Honderden pro-Palestina-demonstranten lopen op zaterdag 4 november door Zwolle. Er is een tocht door de binnenstad en op het Rode Torenplein zijn er toespraken. Als de demonstratie is afgelopen, gaan de demonstranten in kleine groepjes ieder hun eigen weg. Een man van 60 uit Nijmegen is op dat moment in de binnenstad. Hij wil naar Kruidvat aan de Diezerstraat. En daar wordt hij aangesproken door een paar jonge mannen. De man uit Nijmegen krijgt de vraag of hij degene is die iets had geroepen tijdens het pro-Palestina-protest. Maar dat heeft de man uit Nijmegen niet. Dan gebeurt dit. Uit het niets krijgt de Nijmeegse man een harde vuistslag tegen zijn achterhoofd. En nog één, van een jongen die komt aanrennen. De man uit Nijmegen valt hard op de grond bij de ingang van Kruidvat. Ja, Jennifer, wat een geweld ineens daar, uit het niets. Ja, behoorlijk. De man heeft er dan ook behoorlijk wat letsel aan overgehouden. Hij is nagekeken door een arts en toen bleek dat hij in ieder geval een hersenschudding had opgelopen. Dat niet alleen, hij had ook een gekneusde kaak- en nekspieren. En daarnaast was een pees in zijn linkerduim beschadigd. Nou, jullie willen de jongens die hem dit hebben aangedaan zo snel mogelijk vinden. Ze staan dus op beelden die in de binnenstad zijn gemaakt. Ja, dat klopt. We zien dat de man die de eerste klap uitdeelt een capuchon draagt. En hij heeft een Syrische vlag omgehangen. Die vlag is te herkennen aan de drie sterren in het midden. En meteen daarna krijgt het slachtoffer een klap van een tweede jongen. Die ziet er nog best jong uit. En ook hij draagt een capuchon over zijn hoofd, ziet er slank uit en draagt witte sneakers. En na de klap rennen ze snel verder de Zwolse binnenstad in. En hoe die man uit Nijmegen eraan toe is, dat interesseert ze blijkbaar niet. Help ons mee die twee jongens te vinden. Kijk nog één keer goed mee. Verdachte nummer 1. Die staat al een tijdje achter de man uit Nijmegen. Hij heeft een Syrische vlag omgehangen en ontzettend laf. Uit het niets geeft hij die man uit Nijmegen van achteren een harde klap. En die andere jongen die komt er dan meteen achteraan. Wie zijn dit? Herken je ze? Bel de tiplijn. En wil je niet met de politie praten, meld je dan bij Meld Misdaad Anoniem. Dat is geen onderdeel van de politie. Jouw naam en telefoonnummer blijven daar geheim.